Tsjechië, Turkije en IJsland. Niet één keer hebben we een duel tegen die drie teams in een winst kunnen omzetten. De constatering is knal en knalhard. We gaan dik verdiend niet naar het Europees kampioenschap. Ja, Guus, leuk je weer te zien. Je ziet er goed uit. Dankjewel. Ben je gelukkig? Ik heb het heel goed naar mijn zin. Ik heb weer lekker mijn trainingspakje aan. We gaan dadelijk weer het veld op. En ik ben lekker al 4 weken op het veld met die jongens. Wedstrijden, dus ik heb het helemaal naar mijn zin. Heb je eigenlijk getwijfeld om naar Chelsea te gaan? Niet echt, want ik wist op het moment dat het schermpje op mijn telefoon oplichtte en ik zag daar een paar letters staan, dacht ik van ja, het gaat gebeuren. En dan weet je in feite al dat ik het ga doen. Laten we het hebben over de status van het Nederlands voetbal. De jaren 70, hè, dat was natuurlijk evident. 74, 78 waren fantastische jaren voor het Nederlands elftal. Maar na 78 komt er behoorlijk de klad in. Je hebt de 74, 78 generatie. Ja. Maar daarna is, als die generatie wegvalt, is er even een gat. We hadden toen het idee, we zijn wel terug in de middeleeuwen wat voetbal betreft. Want het was gewoon niet goed genoeg. Van der Rijken. Gerrits. Er komt veel te veel druk. Er is een doelpunt en het is gedaan. Ik denk ook met persoonlijkheden te maken die nog niet echt geproefd hebben waar het om gaat in hele zware, belangrijke wedstrijden. Ja, maar ja, die krijg je ook niet als je je niet kwalificeert. Dat klopt. En dan zit je echt in een treurige periode, waarin het alleen maar van treurigheid op treurigheid loopt. Maar goed, dan heb je weer een opkomst met die, zeg maar even, die Rijversjongens. Ja. Met Vanenburg, Van Basten. Ja. En wat daar goed omheen hangt. Maar die hadden wel tijd nodig om daar te komen. Ja, maar als dat niet zo zou zijn, als na Gullit of na Cruijff en Van Hanegem die jongens daar waren, dan was je continu top van de wereld. Ja, nou. Dus het is eigenlijk ook ergens wel gezond en goed dat het gebeurt, dat er een dip in zit. Nou, het liefst niet, want je wil graag altijd top zijn. Ja. Maar goed, je hebt met ook nog een paar andere landen te maken. Ja. Ja, die ook minstens zo groot of nog groter, veel groter zijn. Ja. Qua talent aanbrengen. Nou, dan heb je daarmee te maken. Pedro. Snijder. Robben. Hij is snel, Robben. Loopt die Ramos eruit, dan is de weg naar 5-1 en de Frans. En dan kan hij ook Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt al. Robben gaat 5-1 maken. 5-1! Fantastisch doelpunt. Maar eigenlijk verbloemt Robben wat er eigenlijk aan de hand is in dit elftal. Het is namelijk niet goed genoeg. Dat klopt. Dit was natuurlijk het toernooi met een prachtig resultaat. Maar in principe was dit het toernooi in eerste instantie van Cillessen die de 2-0 voorkomt. Van Silva op rust. Ja. Ja. De prachtige goal van Van Persie, de wereldgoal van Persie, redt dat. En, ja. En vervolgens gaat Arjen Robben, hij weet hoe goed hij is, maar voor een langere periode bepaalt hij de uitslagen en het niveau van Nels. Van in zijn eentje. In zijn eentje. Ja, vrijwel in zijn eentje. Met een assist hier en daar van Snijder. Ja. Dat is heel dun. Dat is heel dun, want je ziet de wedstrijd Australië. Ja. Dat was toch niet het topteam? Absoluut niet. Je ziet billenknijpen. Costa Rica, en zo heb je een paar wedstrijden dat je denkt van nee, hier is het Nederlands voetbal niet aanwezig zoals dat in het verleden was geweest. Nee, ik vind het dapper dat je eraan begint, of aan begonnen bent, want je wist eigenlijk dat je met een moeilijke groep aan het werk ging. Dat neemt niet weg. Ik vind ook wel dat je zo reëel moet zijn dat je toch minimaal je had moeten kwalificeren. Ja. En je had zeker moeten spelen dan, als het dan niet zo fijn loopt. Je had zeker moeten spelen voor die derde plek. Nou is het wel zo, in die fase, dat jij als bondscoach actief was bij het Nederlands elftal, zagen we een andere Hiddink dan een Hiddink die we kenden van daarvoor. Ja. In interviews enzovoort. Guus, goedenavond. De opstelling van Oranje. Opstelling van Oranje, we gaan met Cillessen in het doel. Dan hebben we Jan Maat, Veldman en De Vrij centraal. Hallo. Word ik even afgeleid. Met Martens Indy en Blind aan de linkerkant. Hebben het middenveld hebben we De Jong met Wijnaldum, Snijder en de twee spitsen, denk je. Je werd afgeleid, je vergeet Jan Maat. Je krijgt hier de indruk dat jij in de war bent. Dat je niet helemaal bij de pinken bent. Jack die zegt, je bent iemand vergeten. Jij gaat twijfelen. Ja, nee, ben ik met Jan Maat begonnen? Nee, dat ben ik niet meer. Dan begin ik met Jan Maat. Jan Maat aan de rechterkant en hebben we de twee spitsen. Jack, die brengt jou in die... Ja, hij brengt mij dan uit. Ik heb toch Jan Maat, dus begin ik mee met mijn respect. Opstelling van Oranje, we gaan met Cillessen in het doel. Dan hebben we Jan Maat,
Dus dat bracht mij inderdaad in verwarring. Ja, maar daardoor... En dat conditioneerde heel veel. Dat conditioneerde maar dat veel. Is wel heel... Dat conditioneerde heel veel daarna ook, ja. Ja, precies. Met, want daardoor gingen fout... mensen anders naar jou kijken. En ik denk dat iedereen dacht dat jij echt jouw maat vergeten was. Ja, maar dat was niet iedereen heeft de moeite om hem even terug te spoelen natuurlijk. Dus, Nee, maar hoe vind je dat dan, als je dat nu terugziet? Dat je denkt, ja, er zijn natuurlijk wel van die dingen. Ja. En dat nou, creëert wel imago. Dat creëert. Maar ja, je hoopt altijd dat er mensen zijn die er doorheen gaan kijken. Of dat er mensen zijn, andere kant, die ook dan meehollen met wat je nu gezien hebt. Ja, dat ja. gebeurt ook veel. Ja, precies. Kijk je nog wel met plezier naar het Nederlands elftal? Kijk je überhaupt? Nou, er is weinig gespeeld nu. Ja, nu wel ja. Maar goed. Ik heb die wedstrijden wel gevolgd, ja. Ja. En hoe zit je dan thuis? Ja, dan vind ik het toch voor de jongens. Want ik ken ze. Dat zijn opkomende jongens die nu ook al deels in het buitenland spelen. Dat zijn allemaal prima profs. En dan vind ik het jammer dat zij het niet gehaald hebben. Omdat ze dat een enorme boost geeft aan hun eigen carrière. Dus, en dus ook van Nels Elftal. Het is vooral ontzettend slecht voor de doorgroei van spelers van 20, 21, 22, 23 jaar. Die op een EK gewoon veel zouden kunnen leren. Zijn we terug in de middeleeuwen? Ja, dat klinkt heel donker. Dat klinkt heel donker. Maar ja, je moet nu weer naar de WK-kwalificatie. Ja, het ziet er niet goed uit. En dat is ook maar één plaatsje gegarandeerd en een play-off. Ja, dat is niet makkelijk. Maar in deze tussentijd hebben wel een aantal jongens, hier nu in Engeland, bijvoorbeeld Wijnaldum, die is een van de jongens die zich enorm goed gemanifesteerd heeft de laatste maanden. En die krijgt nu in die anderhalf jaar... Over het jaar voordat de kwalificatie begint, krijgt hij wel zoveel bagage extra mee. Ja. En we hopen, ja, je ziet dan ook een aantal andere jongens die wat meer moeite hebben om zich hier te handhaven. Ja, als die zich hier kunnen handhaven, dan heb je Nels Elftal ook weer sterk. Je wordt dit jaar 70, Guus. Is zo. Ja, heb ik vernomen. Ja. Hoe voelt dat? Dat voelt goed. Ja, ja nee, ja, ja, 70, dat is god. Als je dat figuurtje op de muur schrijft, denk je, oeh, ja... Ja. Maar ik weet niet wat voor gevoel je daarbij moet hebben. Je gezegd. Voel je 70? En wat voor gevoel is dat? Ja, nou ja, goed. Ik zorg eens dat je bek stapt. Ik hoop dat daar de camera gaat sluiten, want ik zie al een paar jongens veld oplopen daar. Ja. Aan de zijlijn. Dus ik heb weer zin om naar buiten te gaan in de regenachtige Londen. Ja. Dus ja, zolang ik dat gevoel heb en ik krijg nog niet, ik ben niet helemaal achterlijk, het gevoel dat spelers me mijden of me niet meer serieus nemen. Ja, dan... Dat blijf je dan wel even doen. Dan blijf ik nog even lekker naar buiten gaan. Maar als jij een heel succesvol jaar hebt met Chelsea... dan is het misschien ook wel mooi om te zeggen, weet je wat? Ja, ik weet je wat, zeg ik ook. Dan ga ik lekker in Amsterdam zitten, een beetje op het terras zitten. Ja. Sigaartje roken. Een beetje rondfietsen. Ja. Ja. Ach, doe een leuk programmaatje opzoeken. Ja. Kom ik een pilsje drinken. Doe dat. Dankjewel, Guus. Dankjewel.